Antropometrie. Het woord komt uit het Grieks. Anthropos betekent mens. En metros betekent meten. Dus eigenlijk, het betekent mensmeterij. Het gaat over lichaamssegmenten, krachten en reikwijdte. Zoals we al in de vorige presentatie hebben besproken, bestaat statisch en dynamische antropometrie. En bij statisch dan moet je denken aan maten, lichaamsmaten in statische positie, zoals je hier ziet. En bij dynamische antropometrie dan moet je denken aan veranderingen en dan moet je denken aan bijvoorbeeld de reikwijdte of een dynamische bereik. De maten worden gemeten in drie standaard vlakken. De frontaal is wat je ziet van de voorkant. Het is vrij makkelijk om daarachter te komen. Transversaal, dat betekent transverticaal eigenlijk. Dus haaks op de verticaal. En sagittaal is de scheiding tussen eigenlijk links en rechts. Er zijn verschillende houdingen, staand en zittend. En afhankelijk van de positie kan je verschillende gegevens vinden. Dit soort illustraties vind jij naast de ergonomische maattabellen. En dan meestal ga je aflezen een bepaalde nummer. Dat is de nummer van de maat die je zoekt. En dan hier zoek je op de nummer in de linker kolom en dan kan je de bijhorende waardes vinden. Ja? Er zijn altijd twee waardes voor een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld hier heb je voor 20 tot 60 jaar voor vrouwen, hetzelfde groep voor mannen en gemengd. En in dit geval mean, dat staat voor de gemiddelde maat. Dat is de maat van de gemiddelde mens. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, hier is de heuphoogte van een gemiddelde vrouw tussen 20 en 60 jaar is 993 millimeter. En de tweede kolom zie je SD, dat staat voor standaard deviation, of in het Nederlands standaard afwijking noemen we dat. Dat is 41, oh sorry, hier 46. Dus dit is de gemiddelde afwijking van de gemiddelde maat. Wat dit betekent, dat ga je beter begrijpen als we een aantal berekeningen uitvoeren. Als je kijkt naar een bepaalde doelgroep, dan zie je dat de lichaamsmaten worden verdeeld volgens standaard normale verdeling. Dat is een Gauss-diagram noemen ze dat, want dit heet de Gauss-curve wat je hier ziet. Dan moet je voorstellen dat bijvoorbeeld als dit is de hoogte van een bepaalde persoon, en dit zijn allemaal personen naast elkaar, elke staafje een andere persoon, dan heb je relatief weinig heel kleine mensen. Dan kom je steeds dichter bij de gemiddelde mens, daarvan heb je de meeste van één maat. En daarna worden steeds minder hogere mensen en heel weinig heel grote mensen. Ja? En de maat van de groep in het midden, die rij, dat noemen ze de gemiddelde maat. Daarnaast heb je nog de uitdrukking percentiel. Percentiel betekent een positie op deze as. P50, dat betekent 50 percentiel. Dat betekent dat 50% van de mensen zijn kleiner en 50% van de mensen zijn groter. Als je het vergelijkt met het P5, 5 percentiel, dat is een positie hier. Dat betekent dat 5% van de mensen hebben een kleinere maat dan P5. En 95% van de mensen, die groep, zijn groter. Ja? Op dezelfde manier, hier heb je 95. Dat betekent dat 5% van de doelgroep is hoger en 95% is kleiner. Het is belangrijk dat je ziet dat de meeste zijzen zijn eigenlijk, zoals ze zeggen, andere mensen, die zijn afwijkend van de gemiddelde. Dus dit zijn de meeste mensen van één maat.
Maar de meeste mensen zijn of groter of kleiner. Het betekent ook dat als je een product optimaliseert voor de gemiddelde mens, dat betekent niet dat het ideaal wordt voor iedereen. Juist de meeste mensen, voor de meeste mensen is het niet de ideale maat nog. Er zijn verschillende bronnen van lichaamsvariatie. Daarbinnen zijn de primaire factoren. Dat zijn factoren zoals bijvoorbeeld de interindividuele variantie. En hier moet je denken aan het verschil van lichaamsmaten tussen verschillende individuen. Maar de maten kunnen veranderen binnen één persoon. Als je kijkt naar de leeftijd, dan begin je de carrière zoals een piepkleine granaatje. En dan word je groter en groter. En ja, je maten en die verhoudingen veranderen. En rond de 20 jaar ben je misschien de hoogst. En hoe ouder je wordt, dan word je weer een beetje lager. Dit noemen we de spreiding van waarden bij een individu over een bepaalde tijdsperiode, zoals groei of achteruitgang. Ja. Andere bron van variatie is bijvoorbeeld of dat je een mannetje of een vrouwtje bent. Dan heb je verschillende huidbreedte, lichaamslengte, gewicht. En bijvoorbeeld ook zoals iets van de flexibiliteit in gewrichten. Dat is ook een beetje afhankelijk of dat je een man of een vrouw bent. Vrouwen zijn in het algemeen meer flexibel. Ja, de lichaamshouding is ook belangrijk, want afhankelijk van je lichaamshouding ben je ook een hogere of lagere persoon. Lichaamsopbouw. Dat is zeker iedereen opgevallen. Er zijn bepaalde mensen die kunnen zoveel eten zoals ze maar willen, maar ze blijven dun en slank. Dat noemen we een leptosoomtype. Dan heb je mensen die wat meer vetpercentage hebben per definitie. Dat noemen we pygmies. En je hebt mensen die dan een soort atletische opbouw hebben. Dat noemen we de atletische lichaamsopbouw. Ja, de secundaire factoren. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld kleding. Nou, als je gaat bijvoorbeeld bepaalde producten ontwerpen, dan zie je bijvoorbeeld dat je moet in het geval van zo'n skilift rekening houden dat mensen hebben dikke kleren aan. Of als je maakt voor een deur voor een gebouw waar Eskimo's binnen zullen lopen, dan moet je ook rekening houden dat ze zijn breder dan hun normale lichaamsbreedte. Of ja, nog heel simpelweg, je denkt aan hoge hakken, die beïnvloeden ook de hoogte van je doelgroep. Het maasritme is een bijzonder woord. Die uitdrukking gebruiken we voor het verschijnsel dat je bent hoger aan het begin van de dag dan aan het einde van de dag. En het best zie je wanneer je je ochtend bijvoorbeeld in de auto ziet. Dan ben je net iets hoger en dan lijkt alsof de spiegel verkeerd ingesteld zou zijn. Dat komt omdat tijdens het slapen je recht een beetje uit, omdat je hebt geen zwaartekracht als belasting op je rugkolom. En dan in de ochtend ben je hoger en lopende dag, als je in staande positie blijft, dan zak je een beetje in. Ja, een andere belangrijke secundaire factor is de lateraliteit. En dan denken we aan mensen die links- of rechtshandig zijn. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Fiskars, een grote fabrikant van scharen, die maakt dan een aparte schaar voor de ene en de andere groep van mensen. Heel vaak moet je rekening houden met willekeurige bewegingen. Die noemen we ook een secundaire factor. Dan moet je aan denken bijvoorbeeld dat je voldoende ruimte hebt om te bewegen op zo'n fiets. En het meest typische product waar het boven komt is wanneer je denkt aan zo'n kinderzitje. Nou, dan wil je hier een optimum vinden dat je nog redelijk comfortabel kan bewegen. Maar je wil ook je kindje op de meest veilige plek op je fiets neerzetten.